duurzame armoedebestrijding. Dat is waar de werkgroep Wijken in Ontwikkeling Paramaribo zich de komende periode op zal gaan focussen. Het gaat om een team dat op maandag 16 mei 2022 door president Chandrika Prasad Santokhi is aangesteld. Wijken in Ontwikkeling Paramaribo bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende soorten. Zij zullen zich vooral gaan inzetten voor het versterken van gezinnen. We hebben gezien in Suriname dat eigenlijk steeds weer wijken, buurten, eigenlijk, laat me zeggen, voor de gek worden gehouden door de politiek. En waarom zeg ik dat? Omdat men naar de buurten gaat, vooral bij verkiezingen, en allerlei mooie dingen belooft. Nou, er is een advies gegaan bij naar de president toe. Deze president die nu eigenlijk het land leidt. En aangezien ik zijn hart ken en weet dat hij als minister van Justitie een excellent job heeft gedaan, maar ook als SICAT-voorzitter een excellent job, heb ik gezegd van een advies naar hem toe. En hij heeft, het heeft zijn hart geraakt, want we gaan naar de buurten met het team dat u hebt gezien, de werkgroep. En we gaan niet alleen de mensen vis geven, maar we gaan ze ook leren hengelen. En dat doen we door samen met ze te kijken wat zijn de ervaren problemen door hun. En hoe zien zij dat het opgelost wordt. Want wij kunnen zeggen van we gaan het zo oplossen met een bazookaart, met een sociale bijstand. Maar we hebben gezien door de jaren heen heeft dat niet duurzame oplossingen gebracht. En wat we nu gaan doen is kijken van hoe gaan we de dingen oplossen. Een voorbeeld, er is hier genoemd de knippa, de kinderen die knippa's verkopen. En daar zitten er meisjes erbij. Nou, u kent het gevaar vooral van voor meisjes, maar ook de jongens. Hoe kunnen we, we kunnen zeggen van, we gaan de moeders aanspreken, de ouders, en zij zetten de kinderen weer daumba. Nee, dat probleem is niet opgelost, want de ouders zijn ook in problemen. Hoe de beste oplossing zou in deze kunnen moeten zijn, dat de kinderen op een of andere manier worden opgevangen, de gezinnen worden versterkt door duurzame training of wat, een beetje voorlichting, maar ook middelen en daarnaast dat de kinderen weer op school gaan worden geplaatst. Dus u ziet een voorbeeld van duurzaam iets oplossen. Dus daarom zeg ik, ik ben blij dat de president dit heeft aangegrepen. Maar niet alleen dat, ik had niets verwacht, omdat hij zaken duurzaam in Suriname wil oplossen. Het heet officieel Wijken in Ontwikkeling Paramaribo. Dat is de officiële naam ervoor. En het heeft een lange geschiedenis. Het is ontstaan uit Ghetto Crew uit september 2020. We hebben come a long way. En vandaag staan we hier om met deze groep. Van de oorspronkelijke groep zijn er denk ik 6 over. En de rest zijn allemaal nieuwe mensen die met drive en met liefde, met passie en gemotiveerd samen met de wijkbewoners die wortels gaan tackelen van die armoedespiraal die we al generaties in heel veel families zien. Dus we gaan samen met die mensen op onderzoek en een bewustwordingsproces op gang brengen. En zoals we dat nou zeggen, ook meneer Poetu zei het, die vis is op een gegeven moment misschien echt nodig. Maar je kan de mensen beter leren hengelen. Geef die hengel. Zodat de mensen zelf gaan vissen. Want niet iedereen houdt van dezelfde soort vis. Dus het gaat om duurzaamheid. We gaan de mensen ervan
proberen bewust te maken samen met de mensen, met sleutelfiguren uit de communities, met allerlei organisaties, instanties. We hebben al afspraken gemaakt met een aantal ministeries, organisaties, trainingsinstituten, om de mensen te versterken, zodat de volgende generatie het veel beter zal hebben dan de huidige in die wijken. Dat is ons doel. Heel mooi gezegd. Deze werkgroep, voor hoe lang is hij geïnstalleerd? Voor 1 jaar, formeel, met de mogelijkheid tot verlengen als dat nodig mocht zijn. Oké, okay. En als ik even mag vragen, wat is het eerste waarop de focus gelegd wordt voor deze werkgroep? Of kunt u wat in het algemeen vertellen daarover? Nou, we hebben dus nog niet echt... Dit was de eerste keer dat we bij elkaar zijn gekomen. Natuurlijk, we hebben wat voorwerk verricht. Er zijn al wat ideeën, maar ze moeten eerst worden besproken voordat we naar buiten kunnen komen ermee.